Ik heropen de vergadering voor 2 minuten debat actieve mobiliteit. Dus wandelen en fietsen voor de beantwoording van de vragen en de appreciatie van de moties. En ik geef het woord aan de staatssecretaris Heijne. Dank u wel, voorzitter. Allereerst 2 vragen. De eerste was van mevrouw Van Ginneken over haar 12-puntenplan rondom de fiets. En of ik daar een appreciatie aan kan geven, dat zeg ik sowieso graag toe. En mevrouw Busselik die vroeg nog specifiek naar het stimuleren van fietsen onder kinderen in het kader van vervoersongelijkheid. Uiteraard heeft dat de aandacht. Dat had het ook al op de conferentie die we laatst hebben georganiseerd. Mobiliteit voor iedereen. En verder werken we ook via het plan City Deal Fiets samen met BZK verder aan een aanpak daarvoor. Dan de moties. Motie 1 van mevrouw Van Ginneken. Die laat ik graag oordeelkamer. Motie 1, oordeelkamer. Motie 2 over de fiets en BMO. Ik ga daar niet over, dat valt onder VWS. En in overleg met VWS is tot ontraden van de motie besloten. Want als een inwoner niet in staat is om een fiets zelf aan te schaffen, terwijl er wel een duidelijke noodzaak is voor het gebruik van een fiets, dan zijn daar mogelijkheden toe in het kader van de bijzondere bijstand of in het kader van de WMO. Motie 2 ontraden. Dan motie 3 van mevrouw Van der Graaf over de fietshelmen. Ik laat die motie graag oordeel Kamer. Ik zie dat ook als ondersteuning van ons beleid. De minister heeft de Kamer eind 2022 laten weten, parallel aan het opstellen van een meerjarenplan fietsveiligheid, de promotie van het vrijwillig gebruik van de fietshelm nu al op te pakken. Mevrouw Van der Graaf had ook nog een motie 4 over het opvoeren van elektrische fietsen. Die laat ik graag oordeel Kamer. En dat roept wel een interruptie op voor de VVD. Nou, een korte vraag, voorzitter. En die gaat niet over motie 4, maar over motie 3. Want daar staat ook in dat we gratis helmen gaan verstrekken. En de VVD is zeker niet tegen het dragen van een helm. Maar als we die als overheid gratis gaan verstrekken, roept dat natuurlijk de vraag op waar we die van gaan betalen. Dus ik ben benieuwd waar de staatssecretaris dat uitdekt. Ja, voorzitter. In de fietsstimuleringscampagne gaan we het dragen van de fietshelm onder de aandacht brengen. Het is natuurlijk de portefeuille van de minister, hè, om de veiligheid van alle modaliteiten op een goede manier te organiseren. De minister heeft al laten weten dat hij de promotie van het vrijwillig gebruik gaat oppakken. Als er inderdaad, misschien dat mevrouw Van der Graaf dat nog even kan duiden, als er ook claims in de motie zitten, dan moet er natuurlijk ook altijd even worden gekeken hoe die financieel worden onderbouwd. Maar volgens mij is de oproep niet per se dat er nu al tot een uitgave aan fietshelmen moet worden gerekend, zeg maar, vanuit de overheid. Als dat wel het geval is, dan wil ik de motie graag heroverwegen. Maar voorlopig motie 3 en 4, oordeelkamer. Dan motie 5 bij de instandhoudingsopgave van mevrouw Busselik over de fietsinfrastructuur. Ook de instandhoudingsopgave, ook de uitbreiding daaraan meenemen. We hebben in deze kabinetsperiode al 780 miljoen euro ter beschikking gesteld voor extra fietsinfrastructuur. Dat is een enorm bedrag, is nog nooit eerder voorgekomen dat er zo'n bedrag werd geïnvesteerd. En met cofinanciering van lokale overheden komen we boven 1 miljard uit. Binnen het budget voor instandhouding zijn geen middelen beschikbaar voor de aanleg en uitbreiding van de fietsinfrastructuur. Dus vanuit die hoedanigheid moet ik de motie ontraden, maar dus wel met de opmerking dat er meer dan 1 miljard in fietsinfra wordt geïnvesteerd. Motie 5 dan ontraden. Had mevrouw Busselik nog een motie nummer 6 over loopvriendelijkheid. Die is in principe overbodig, omdat we dat mee gaan nemen in de mobiliteitsvisie in zijn geheel als onderdeel van de totale keten. En overbodig wil zeggen ontraden. Ontraden, ja. Motie 7 van de heer Krul over het onderzoek naar lokale verboden van fatbikes. Het is niet mogelijk om een lokaal verbod in te stellen. Fatbikes die zijn juridisch gezien gewone fietsen en er is geen aparte voertuigcategorie voor. In de door de heer Krul ingediende andere motie, of nee, in de door uw andere ingediende motie, de brede analyse van het fietslandschap, wordt ook gekeken naar fatbikes. En een verbod op fatbikes zou nu betekenen dat je ook een fietsvrije zone gaat instellen. Dus ik moet de motie ontraden. 7 ontraden. Dan motie 8 van de heer Krul over de analyse hoe de elektrische fiets het Nederlandse fietslandschap verandert. Die wil ik graag oordeel Kamer laten. Dat waren de appreciaties. Motie 8, die is oordeel Kamer. Dan komen we tot het einde
van dit 2-minuten-debat dank ik staatssecretaris Heijnen, leden van de Kamer. En dan schors ik de vergadering voor wij beginnen met het volgende debat.
Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de wijziging van de Mediawet 2008... In verband met het invoeren van een investeringsverplichting. Mag ik iets meer stilte in de zaal? We zijn begonnen.